Speakable zoekt en boekt de beste sprekers. En het gezicht dat daarbij hoort is Bajahoot. Maar Bajahoot en Speakable, ik zeg Bajahoot Eventex. Ja, dat klopt. Nog steeds. Al jaren inderdaad. Ik denk dat ik nog steeds bekender ben van Eventex en van de beurs Event natuurlijk. Een prachtig product waar ik me ook nog steeds mee bezig hou. Daar doe ik nog steeds marketing, communicatie, sales en ook een deel van de organisatie. Wat overigens niet mijn sterkste punt is, geef ik gelijk toe. Dus daar hou ik me zo min mogelijk mee bezig. Maar ik ben dit jaar met het bureau Speakable begonnen, mijn eigen sprekersbureau. Ik zoek en boek sprekers in opdracht voor uiteenlopende evenementen. Van congres tot evenementen of productpresentatie of kick-off meeting. En daarnaast werk ik nog steeds een aantal dagen in de week ook voor de beurs-event. En de reden daarvoor is natuurlijk tweeledig. Aan de ene kant ben ik net gestart. Dus moet ik natuurlijk wel zorgen dat ik hier op de een of andere manier van kan gaan leven. Aan de andere kant is het product beurs event 12, of in dit geval event 13, een product waar ik nog zoveel van mijn energie en passie in kwijt kan dat ik dat niet los wil laten. En dan sta je hier dus eigenlijk op een conculega beurs. En ja, zie ik jou daar in het gangpad staan. En ik weet niet wat er gebeurde met Speakable, wat natuurlijk een nieuwe naam is in de branche. Maar het leek wel of je ergens honing aan had gesmeerd, want je hebt een goede beursdag gehad. Ik heb zeker een hele goede beursdag gehad. En er blijkt heel veel interesse voor sprekers. En dan met name op een andere manier. Niet zoals de gevestigde bureaus dat doen. De traditionele bekende bureaus. Die door de landen heen de afgelopen jaren sprekers boekten. Ik doe dat op een andere manier. Doe je anders? Ik doe dat op een andere manier. In zoverre dat ik eigenlijk elke spreker kan boeken. Ik werk niet met een vast portfolio. Ik zoek gewoon de beste spreker. Die het beste aan het profiel voldoet. Wat de opdrachtgever mij vraagt. Daarbij doe ik dat tegen een vast laag tarief in plaats van een hoge commissie die vaak in de sprekerstarieven worden verwerkt. En blijkbaar boeken secretaresses dus ook directe sprekers, want die hadden druk. Ja, nou, ik denk dat een toenemende trend is. Dat is altijd wel zo geweest. Dat heb ik ook in het verleden gemerkt bij het boeken van sprekers. Dat secretaresses daar vaak een belangrijke rol in spelen. Nu nog vaker is bijvoorbeeld een evenementafdeling geoutsourced of wegbezuinigd. En dat betekent dat de secretaresse vaak de opdracht krijgt van een directeur om alvast het voorwerk te doen. Vraag vast een voorstel en de directeur geeft daar uiteindelijk een klap op. En even gemeen doen, wanneer is event 13? Event 13 is woensdag 27 en donderdag 28 maart 2013. Ook in de jaarbeurs, hè? Jaarbeurs Utrecht, 19:30 en 20:00. Staat Speakable er ook? Ik denk zeker dat Speakable daar een onderdeel van uit gaat maken.